Voordat wij overgaan tot het spel, wil ik graag het woord even geven aan de wethouder van Heemskerk, Aad Schoorl. Frans, bedankt voor de uitnodiging om dit simultane toernooi te mogen openen met de eerste zet. De regels ondertussen zijn iedereen, mag ik aannemen, bekend. Voor mij staat de voorzitter van Excelsior, de schaakvereniging in Heemskerk. Bestaat 63 jaar, als ik het goed heb. Sinds 1955, dus tel maar op. Ja. En hoeveel leden heeft die vereniging? We hebben nu zo'n 25. En hoe actief zijn die? Die zijn in ieder geval in zoverre actief dat ze elke maandagavond hun clubavond trouw bezoeken. Wat dat betreft, het aantal mag wat bescheiden zijn, maar de inzet is groot. Ze zijn praktisch allemaal elke avond weer aanwezig. Hoe lang bent u al lid van de schaakvereniging? Van de schaakvereniging ben ik een jaar of 10 lid ongeveer. 10 lid van de Excelsior. En doet u het fanatiek? Elke week, als er competitie is, dan spelen we elke week. En sinds een jaar of 2 ben ik van Excelsior overgegaan naar de afdeling SOS 50+. Dat is een aparte afdeling voor de iets oudere leden. Op een andere dag en op een andere locatie is dat. Ook heel kort nog even voordat we... Nou, het gaat best wel oké, maar er zijn een drietal partijen waar ik het nog wel zwaar heb. Een jongetje hier op de hoek speelt best wel goed. En ik heb nog 1 of 2 borden waar ik toch wel goed moet nadenken over hoe het dan verder moet. Hoe lang kan je dit nog volhouden, Loek? Nou, langer dan zij. Maar ik bedoel in je carrière. Oh, dat klinkt wel een beetje dramatisch, hè? Maar kijk, dit is simultaan. Dat is iets waar je natuurlijk, omdat ik gewoon heel veel ervaring heb opgebouwd, kan ik dit gewoon makkelijk doen. Maar als je het hebt over het spelen van een toernooi als Tata Steel, ja, dat op een gegeven moment houdt het een beetje op. De laatste keer dat ik daar meedeed, was het... Zal ik in de hoek van de klappen vielen. Een bekende Heemskerker die mij gaat vertellen wat zijn strategie is voor vandaag. Ik speel een systeem, dat is de klauw van de leeuw heet dat. Dat is een systeem met schaken, dat heb ik tot nu toe is dat vrij goed gegaan. Kijk, en dan komt er één zo'n zetje weer tussen van zo'n grootmeester. En dan moet ik weer hevig nadenken. Maar tot nu toe is het goed gegaan. Want ik heb nog een pionnetje voorsprong. Ik moet nu een loper afruilen. Hij heeft nu een loper in de aanval gezet. Nou ja, die moet ik dus pakken. Hij dwingt mij om hem die te nemen. Want ik kan hem nog wel beschermen door een pionnetje naar voren te schuiven. Maar ja, dan pakt hij gewoon een pionnetje. En dan sta ik schaak met mijn koning. Dus dat kan ik niet doen. Ik moet hem dus pakken. Hoe bent u zo aan deze grootmeester gekomen? Zijn eerdere ervaring, 5 jaar terug heeft hij hier ook gespeeld, op het plein overigens, het Malteserplein. We hebben in principe altijd op de lijst staan, of op de uitnodigingslijst, nummer 1, de Nederlands kampioen. En toen wij hem uitnodigden, was hij nog Nederlands kampioen 2017. Dus dat hij het dit jaar niet geworden is, dat is aan bepaalde oorzaken te wijten, maar we hadden hem al uitgenodigd en het is gewoon een... uitstekende simultaanspeler, omdat hij ook bereid is om met de spelers na afloop van de partij nog even te analyseren en te zeggen, daar dat had je zo en zo moeten doen. Dus het is ook iemand die zijn tegenstanders met een goed gevoel naar huis wil laten gaan, ook als ze verloren hebben. Wat was hoe was uw tegenstander? Die was uiteraard beter natuurlijk. Maar ik had geen beste partij gespeeld, laat ik het zo zeggen. Vrij snel in de minderheid gekomen. En dat brak zich op het eind. En de volgende keer weer opnieuw beginnen? Tuurlijk, gewoon. Het is een hobby en ik doe het voor mijn plezier. Dus elke keer als de gelegenheid er is, dan er komt een grootmeester of wie dan ook, dan ben ik van de partij. Zijn er goede opvolgers in Nederland? Of mensen die willen gaan benaderen? Nou ja, we hebben natuurlijk Anis Giri, de top 10 speler. Maar voor de rest is het nog niet zoveel jeugd dat er doorstroomt. Dat is nog wel iets, een probleem waar de schaakbond aan moet werken.
Ik zie dat ook maar twee heel jeugdige spelers aanwezig zijn, maar wel van kwaliteit. Ja, ja, ze doen goed hun best. Dat, en eentje staat nog best wel goed. Dus die is nog wel hoop. Bent u blij met de opkomst? Ja, dit is een redelijke opkomst. Er zijn een aantal die hebben hun spijt betuigd. Dat zijn eigenlijk vaste deelnemers die je elk jaar ziet. Maar die waren op vakantie, waren verhinderd. Dus, maar die zeiden, volgende keer ben ik er zeker weer bij.